wij zijn Daniel en Let van Hikaholics en wij zijn door Kampeerwereld Hendriks gevraagd om twee stoelen te testen. Ik test vandaag de Helinox Ground Chair. En ik de Helinox Chair One. En aan het eind van deze test zullen we een winnaar kiezen, dus blijf vooral kijken. We gaan vandaag een aantal dingen testen. Dat is het gewicht. Hoe snel zijn ze op te zetten? Hoe snel zijn ze ook weer af te breken? De stabiliteit en het comfort van de stoelen. En nog veel meer. De eerste indruk van de twee stoelen, de Ground Chair, die zit gewoon in een zakje. Vrij recht toe recht aan, er zitten niet veel extra lusjes of dingetjes. Voelt klein, licht gewicht, vergeleken met de Chair One. Dat is meer een tas met verschillende lussen, waardoor je makkelijk aan je backpack of je trackingtas kan hangen. Het gewicht is wel direct wat zwaarder en wat massiever. De Ground Chair is een superlichte, comfortabele stoel. Dus juist voor de grammenjagers die wij zijn, is deze stoel gemaakt. Zonder de verpakking meegerekend, weegt de stoel slechts 615 gram. Dit komt onder andere doordat het frame gemaakt is van dakaluminium en de bekleding van een dun polyester. De Ground Chair heeft een draagvermogen van 120 kilo. De Helinox Ground Chair is simpel in elkaar te zetten. Wanneer je de onderdelen uit de verpakking haalt, spreekt het al voor zich. De stokken van het frame zijn verbonden door een enkel koord en klikken in elkaar door behulp van magneten. Alleen nog de mesh erop bevestigen en hij is ready to go. Mocht je toch nog niet weten hoe hem in elkaar te zetten, onder het zitvlak staat een getekende uitleg. Ook de Chair One is een comfortabele lichtgewichtenstoel. Met zijn 890 gram doet hij niet onder voor de lichtgewichtenstoelen. Je kan comfortabel in en uit de stoel komen, omdat hij hoog op zijn poten staat. Het frame is gemaakt van hetzelfde materiaal, namelijk dakaluminium. Maar de mesh is sterker, waardoor het draagvermogen zelfs 145 kilo bedraagt. Ook de Chair One is heel makkelijk in elkaar te zetten. In de binnenkant van het tasje staat de uitleg hiervan. Maar deze uitleg heb je eigenlijk niet nodig doordat het frame volledig verbonden is door middel van een elastiek. De stokken klikken praktisch vanzelf al in elkaar door de magneten. Alleen de hoes erop bevestigen en je kan lekker ontspannen in je stoel zitten. Mocht dit nou allemaal iets te snel zijn gegaan, hier nog even de belangrijke info van de stoelen naast elkaar. En dan nu de voor- en nadelen van de stoelen. Het grootste voordeel van de Ground Chair ten opzichte van de Chair One is natuurlijk het gewicht. Ook al scheelt het nog geen 300 gram, het is toch 300 extra gram die je anders op je rug mee moet tillen tijdens je hike. De Ground Chair is stabieler door het vierkante onderframe en kan je op vrijwel elke ondergrond comfortabel zitten. In drassige of ongelijke ondergrond kunnen de pootjes van de Chair One namelijk wegzakken. Doordat de Ground Chair zo laag bij de grond is, kan het moeilijker zijn om erin en uit te komen. In tegenstelling tot de Chair One vanwege de bouw van het frame. Door de mesh op de achterkant van de Chair One kan tijdens een frisse dag je rug koud worden. Maar juist tijdens de warme zomerdagen kan dit voor verkoeling zorgen. Beide stoelen zijn wel gevoelig voor de wind, dus pas een beetje op als je deze ergens laat staan bij je kampvuurtje zonder hem vast te zetten. Ik kreeg van Deen de vraag of ik hem zou meenemen op een daghike. Op een daghike? Denk ik niet. Wij zijn toch behoorlijke grammenjagers en dan neem ik liever een extra snoepje mee in plaats van een stoel. Ja. Als ik zou gaan kamperen of een overnight hike zou doen, dan zou ik hem wel meenemen. Dat je lekker bij een kampvuurtje kan zitten, rustig kan relaxen, even weer op energie komen om te eten. Ja, precies. Dat lijkt me wel fijner. Dan rest alleen nog de vraag, welke van de twee is sneller op te zetten? Dat kunnen we alleen maar weten door een wedstrijdje te doen natuurlijk. 3, 2, 1, go! Duidelijke winnaar. Gefeliciteerd. Dank u, dank u. Eindconclusie. De stoel die voor ons de winnaar is, trommelgroffel. De Ground Chair!
Mocht je na deze review nog niet helemaal overtuigd zijn, ga vooral naar Kampeerwereld Hendriks toe om extra informatie te vragen aan de buitenexperts. Abonneer je op ons YouTube-kanaal, volg ons op Instagram en allemaal duimpjes omhoog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Doei!